onderzoeksbedrijf, een research onderzoeksbedrijf. En dat heeft 4 aandeelhouders. Die 4 zie je hier staan. Dat zijn groentezaadveredelingsbedrijven. En Kitchen is inmiddels 30 jaar oud. Het is een biotechnologiebedrijf. Dus onze roots, onze achtergrond zit in DNA-analyses en DNA-onderzoek bijvoorbeeld. Wat we sinds een tiental jaren ook doen, is iets wat digital phenotyping heet. Dus wij volgen die planten, die veredelingsmateriaal wat deze veredelingsbedrijven maken, middels foto's, middels imaging. En dat doen we dus over een bepaalde periode, dus over de tijd heen. En zo hebben we dus een hele grote fotodataset om te kijken naar hoe bepaalde planten reageren op bepaalde stresses. En op zo'n manier kun je dus heel specifiek, heel precies volgen. Rasje A is net even iets beter dan rasje B. Of het volgende ras kan net iets beter tegen die droogte. Of nou, welke stress je dan ook maar bedenkt. En op die manier worden die rassen net een stapje beter. En hopen onze aandeelhouders dus hun materiaal, hun rassen net iets beter te kunnen verkopen dan de concurrenten. Deze 4 groentezaadveredelingsbedrijven hebben ongeveer 1/3... van de groente wereldzadenmarkt in handen. Dus dat is aanzienlijk. Kitchen is een 135 mensen groot. En 30 jaar oud, zoals gezegd. En wat wij te maken hebben met virtual reality, of de reden waarom wij als kennispartner bij deze hub zitten, is omdat wij heel veel aan data interactie doen. Wat wij dus goed kunnen is dus snel heel veel informatie genereren, dan wel op het DNA-niveau, dan wel op de buitenkant van de plant, het fenotype, hoe is die gegroeid, niveau. En wij lopen dan dus als geen ander aan tegen de menselijke maximum van wat je realistisch kunt handelen. Nou, dat zal ik bij de volgende foto laten zien. Want van vroeger uit, hier links onderin, als je een bepaald experiment gedaan hebt, schrijf je daar braaf een prachtig verslag over. En dan kun je een prachtige PDF van maken. Dat geef je dan aan je klant. Je hebt die en die vraag gehad. En hier is het prachtige verslag. Nou, die tijd ligt al lang achter ons. Dus de eerstvolgende stap was van, nou, we gaan naar interactieve grafieken. Je kunt met de statistiek erbij prachtig volgen. Hier zijn de grafieken, de lijntjes. Ras A is inderdaad statistisch gezien beter dan ras B. Maar als je een visueel ingesteld persoon bent, zoals veel veredelaars zijn, dan is een grafiek alleen nogal mager. Dus sinds 2016 zijn wij bezig en we hebben dus sinds al een tijd een virtuele kas. En daar zie je hier een foto van, waar we dus elk van die foto's die wij dus genereren van die planten terug kunnen oproepen. En waar wij dus elk van die pilaren kunnen organiseren en sorteren. Dus door de tijd heen van het experiment. Maar ook organiseren en sorteren dat je elk van de rassen bij elkaar krijgt. Juist voor en juist na die bepaalde stress die je uitvoert kunt bekijken. En zo hebben we ook een samenwerking gehad dat we dat dus ook met meerdere personen kunnen uitvoeren. En dat stuk is verzorgd door de Virtual Dutchman. Zodat we dus nu in staat zijn om met meerdere personen tegelijkertijd in zo'n virtuele kas te vertoeven. En op de achtergrond zie je dus additionele panelen die dus alle informatie van zo'n bepaalde plant of van zo'n bepaald ras zichtbaar kunnen maken. En op zo'n manier kun je als veredelaar dus zonder dat je bij dat experiment aanwezig bent geweest, toch alles heel efficiënt volgen. Nou, dat kunnen we naast foto's ook met de harde data alleen. Dus hier zie je een aantal transparante bar charts, die dus ook gegenereerd is op basis van de echte data van de echte experimenten. De virtuele wereld wordt alleen gebruikt om die informatie zo efficiënt mogelijk aan te bieden aan de gebruiker. Dus hier zie je een turbo versie van een Excel grafiek. En hier zie je een bepaalde versie waarin je dus qua foto's met kinderspel in staat bent om honderden foto's tegelijkertijd te handelen als persoon. Nou, zo'n data-interactieplatform hebben we al een hele tijd. Die samenwerking hebben we met de Virtual Dutchman al gevonden en daar zijn we blij mee. Maar ons doel als Kitchen is om daar continu de grenzen op te zoeken van wat is er technisch mogelijk.
Dus voor ons is een driedimensionale scanning van, nou, in dit geval zie je hier een driedimensionale puntenwolk van een aantal tomaten die gescand zijn. Dan kun je je voorstellen dat wij dus nu onderzoek kunnen doen aan hoe is de vertakking van die tomatentros ten opzichte van zijn buurman. Nou, namelijk wij als consumenten verkiezen mooi gelijkmatig, mooi verdeelde trossen, verkiezen we boven slecht verdeelde trossen. Dus dat moet je snel en eenvoudig weten te meten. Nou, dat kunnen wij dus inmiddels in driedimensionale scans registreren. En in onze virtual software kunnen we dat dus ook visualiseren. En de laatste stap wat wij uitgevoerd hebben en inmiddels succesvol afgerond is, we kunnen ook delen van zo'n puntenwolk annoteren. En daarmee een deep learning analyse starten en uitvoeren. Dus wat wij in staat zijn is om zo'n volledige deep learning analyse uit te voeren op driedimensionale puntenwolken. Dat geeft ons dus vandaar een hele nieuwe manier om, nou, in dit geval zijn het tomaten, je kunt het volledige planten voorstellen, onderdelen van planten, om die allemaal te gaan leren herkennen, om van daaruit dus heel specifieke metingen te kunnen doen aan de plant, ofwel de plantonderdelen. Nou, point cloud annotatie en deep learning wilde ik dus eventjes een streep onderzetten vandaag. Maar ook voor ons heeft corona natuurlijk een effect. En zeker voor onze veredelaars, onze klanten waarvoor we werken. Die veredelaars hebben meerdere testlocaties over de hele wereld heen. Gedurende het seizoen reizen ze ongeveer 3 van de 4 weken elke maand. En je kunt je voorstellen dat dat effect voor hun behoorlijk intensief was, het effect van corona en de reisrestrictions. Dus wat we ook hebben gegenereerd is een mogelijkheid om een set van 360 graden foto's lokaal op het zuidelijk halfrond bijvoorbeeld te maken. Die worden automatisch via GPS aan elkaar gekoppeld. Dus je ziet hier links onderin een pijl om van de ene 360 graden foto naar de volgende 360 graden foto te kunnen lopen, als ware het een Google Maps. Maar dat niet alleen. Je bent nu ook in staat om in die 360 graden foto's een overlay, dus dan is het een augmented reality, te verzorgen. Zodat je dus elk van die testplots, want dat is wat die veredelaars doen, kunt visualiseren, kunt aanklikken en kunt kijken, oh ja, dat was deze testplot en nu zie ik hem zoals hij een paar uur geleden bijvoorbeeld ergens in Argentinië eruit zag. En ik score die testplot van tarwe in dit geval op dat en dat niveau. Ik vind dat een 8 of een 3 of een, nou, welk andere score je daar dan ook maar aan wil verbinden. Dus op zo'n manier stellen we die veredelaar zo snel mogelijk in staat om toch zijn analyses uit te kunnen voeren, ondanks de reisrestricties. Dus zo hebben we een tweeverdeling van een complete virtuele wereld waarop we de volledige analyses kunnen ondersteunen en samenwerking kunnen ondersteunen. En deze 360 graden remote breeding tool om de veredelaars in staat te stellen op afstand toch zo goed mogelijk hun analyse uit te kunnen voeren. Nou, dan is van hier even tijd om te vragen, heb ik mij aan de 10 minuten gehouden of hoe ver zitten we? Keurig, Marco. Je hebt negen minuten weten te pitchen. Dat is 9 minuten pitch. Je hebt nu een voorbeeldfunctie heb je gecreëerd. Dus voorbeeldfunctie maar liefst. Kijk eens aan. Dat is in ieder geval wat Kitchen is, want dan ga ik die halve minuut ook nog vol lullen. Ja. En dat is wie ik ben. En vanuit die virtuele virtual reality hoek is waarom wij interesse hebben in deze groep van bedrijven. Ja. En het is een... Het is eigenlijk, Marco, ik heb 1 keer de gelegenheid gehad om bij jou binnen te kijken in het bedrijf, toen dat nog mocht. Indrukwekkend, ook wat jullie in de sequencing lab hebben staan. Het heeft ook een beetje mee te maken dat ik vroeger biotechnologie heb gestudeerd, maar ik vond het echt indrukwekkend om te zien. Om die DNA-kant aan te raken, DNA-analyses, dat hebben mens, dieren en planten natuurlijk allemaal gelijk. Het menselijk genoom is iets van 20 jaar geleden op volgorde gezet, gesequenced. Ja, ja. Dat waren toen 100 labs, hebben dat 10 jaar over gedaan. De apparatuur vandaag de dag doet dat in de middag. Ja. Dat is ongeveer de orde grootte qua uitdaging waar wij voor staan.
Ja, is immens is dat. Hey, één ding, Marco. Heb je nog een uitdaging? Heb je nog iets zeggen? Oh, daar ga ik het komend jaar, is dat iets waar ik me op ga storten en verder ga ontplooien? Inhoudelijk gezien gaan wij ons verder ontplooien op het deep learning stuk om puntenwolken verder uit te diepen. Ja. En wat ik van deze groep mensen wil, is dat jullie mij helpen het makkelijker te maken om dit ook via een Teams, Microsoft Teams knopje direct aan te kunnen schakelen. Dat dus de toegankelijkheid van dit soort tools vele malen makkelijker wordt, ook voor de niet-VR-enthousiasteling. Dat het laagdrempeliger wordt gemaakt. Oké. Het visualiseren van de data bedoel je? VR als geheel. Ja. En wij gaan ons daarna toerichten dat wij VR gaan gebruiken voor die datavisualisatie. Maar ja. Elk van jullie gebruikt het voor andere visualisaties, dan wel voor trainingen, dan wel voor overige manieren om mensen in contact te brengen met elkaar. Ja. Dus ik denk dat laagdrempeligheid voor ons allemaal een overlap is die we allemaal willen. Ja. Is die datavisualisatie alleen zeg maar in een kantoor? Dus in plaats van dat je een scherm laat zien, doe je die bril op? Of doe je dat ook als je door de kas heen loopt? Op dit moment doen we dat nog niet real-time in de kas. Dus we hebben wel die 360 graden app, zodat je dat dus met een vertraging van een uur of zo kunt. Meekijken met een andere persoon kan al, als je een HoloLens koopt. En dan kun je al met Teams meekijken. Veel mensen worden daar kostmisselijk van. Als je daar continu met iemand op zijn hoofd meekijkt. Dus de gebruikersgemak is vind ik daar nog laag van. Desondanks is daar wel een enorme vraag naar. Oké. Marco, dit is een hele mooie trigger die we nu de groep inleggen. Ik ben erg benieuwd of je binnenkort of in onze volgende sessie daar al eerste respons op gaat krijgen. Dankjewel. Dit is ook een mooi moment om een switch te maken van je pitch naar Mario. Die gaat vertellen over Sirius VR. En Mario, als ik het goed begrepen heb, ik heb jouw presentatie ontvangen en hier ingeplakt, zeg maar. Ik wil hem gaan doorbladeren, maar dan moet je mij even een knikje of een signaaltje geven dat ik op de volgende slide of iets moet doen, denk ik. Of ik kan hem zelf delen. En we hebben even als reserve, als het niet werkt, dat we het dan doen. Want hoef ik niet steeds te zeggen van de volgende. Je hebt de regie weer in handen. Je mag het zelf opnemen. Heel goed, ja. Dat is goed. Ja. Oké. En ik heb een Mac, dus het is altijd eventjes kijken of het goed gaat. Ik heb al beeld. Maar heb je ook al de... speelt hele beeld? Yes, ja. Yeah. Yeah. Oké, waarom ik eigenlijk graag nu wilde vertellen is omdat we per 1 februari, was eigenlijk de bedoeling 18 januari, maar zoals met alle ontwikkelingen duurt het gewoon net even weer langer, zeker met corona, gaan wij de Virtual Training Academy lanceren. En dat is een platform waarbij je trainingen kan downloaden, waarbij mensen zich kunnen inschrijven en waarbij je ook fouten die mensen maken tijdens de training kan inzien. En het bestaat eigenlijk uit twee delen. Aan de ene kant hebben wij speciaal geprepareerde VR trainingen applicaties. En we hebben een platform, of het is een web-based platform, waarbij je kan inloggen. En als mensen dus de training hebben gedaan op de bril, kan je daar via een dashboard kijken hoe mensen de training hebben gedaan, wat voor fouten ze hebben gemaakt, wat voor leerdoelen ze wel of niet hebben gehaald. En uiteindelijk ook kan je er ook assessments mee doen. Wij zien de VR-trainingen eigenlijk als...
drie stappen, of eigenlijk vier stappen moet ik zeggen. Dus je hebt VR, hoe noem je dat nou? Instructie. Je hebt VR-instructie, waarbij je dus hoort van wat je moet doen. Nou, dat is eigenlijk wat je nu best wel vaak ziet met die instructie. We hebben ook VR-scenario's, waarbij je zegt, oké, je doet die instructie, maar je krijgt geen instructie meer via stem of dat je dingen ziet. Maar je moet het zelf doen. Dat betekent dus dat je op dat moment echt moet gaan nadenken en dat je fouten kan maken. En je kan ook een helpsysteem raadplegen. Dus op een gegeven moment zit je ergens in de training en dan kan je de help raadplegen. Goh, wat is nou eigenlijk mijn volgende stap? Dat betekent dus dat mensen eigenlijk op een hele andere manier gaan leren. We kunnen ook variaties brengen, zodat je allemaal verschillende situaties kan trainen. Dus als mensen met iets bezig zijn en je maakt bijvoorbeeld, je wisselt boutjes uit, of ze zien een ander model, of de hele omgeving is anders, dan kan je dus ook kijken, of er ligt bijvoorbeeld een propje papier op de grond, dan kan je dus ook kijken van hoe mensen op dat moment reageren. En wij slaan dan, hoe mensen reageren, slaan we dan op. En dat maakt het ook mogelijk om assessments uit te voeren, waardoor je, onze klanten zijn is de industrie, waardoor je ook kan kijken van, goh, weet iemand het nou echt wat hij doet? En zodat je ook mensen kan naar de werkvloer kan sturen, waarbij je als bedrijf zeker weet dat ze het ook echt begrijpen en niet alleen maar knikken van, heb je nou begrepen wat je moet doen? Ja, ik heb het begrepen. En de eerste twee dagen maken ze heel veel faalkosten. We hebben zoals ik was al bezig met die VR-trainingen. Dit is onze web-based app, waarbij je dus, dit is de binnenkant niet wat de gebruiker ziet, maar wat wij gebruiken. Dus dat betekent dus dat we de hele trainingen erin moeten zetten. We hebben de VR-trainingen speciaal gemaakt, dat je ook de juiste fouten kan maken, maar ook als je dus een foute beslissing ergens maakt, dat je een aantal stappen daarna nog kan doen. En net zoals in de werkelijke wereld, dat je pas na een aantal stappen ziet dat je bijvoorbeeld fout bent gegaan, dat je het resultaat ervan ziet. Dus vandaar dat we een heel uitgebreid systeem hebben. Dus in plaats van een lineair systeem heb je in één keer een hele grote beslisboom. En daar hebben we ons interne systeem op aangepast en ook het platform. Maar dat betekent dus dat je ook niet alleen kan zien van, goh, hoe heb ik het nou gedaan? Je kan ook zien wat de fouten zijn die je hebt gemaakt. Maar ook vanuit de leerdoelen of vanuit performance indicators kan je dus ook als bedrijf zeggen van, oké, wij vinden veiligheid heel erg belangrijk. Wat heb je nou fout gedaan op veiligheid? Of wat heb je nou fout gedaan qua technisch inzicht? Qua netheid of qua lean werkwijze. Dus je kan dat eigenlijk als meteen specificeren, zodat mensen dat kunnen zien. Het is niet het enige waar wij nu anders mee bezig zijn dan vorig jaar of twee jaar geleden. We hebben ook twee verschillende soorten trainingen. Dus de ene is klantspecifieke trainingen, waar we al 4 jaar mee bezig zijn. Maar waar we nu ook mee bezig zijn, en daar is de NEN 3140 het eerste voorbeeld van. Die is het eerste af, die is nu af. Wij noemen dat generieke trainingen of van de plank trainingen. Waarbij dus trainingsbedrijven een licentie per gebruiker kunnen vragen. Dus per gebruiker per cursus kunnen vragen. En waardoor het in één keer veel meer een VR-training veel meer bereikbaar wordt voor grotere groepen mensen. En onze klanten zijn daar de trainingsbedrijven van, en dus niet de industriële klanten, industriële bedrijven, maar de klanten van die trainingsbedrijven zijn natuurlijk weer industriële klanten. En door dit systeem wat we nu hebben ontwikkeld, kunnen we dus ook deze groep nou gaan bedienen. Het is ook wel heel raar om zo te presenteren en dat het dan zo ontzettend stil is. Dan heb je echt het gevoel dat er niemand meer aan de andere kant zit. Goed verhaal. Oké, gelukkig. Dit zijn onze klanten van de afgelopen jaren.
En we die generieke trainingen ontwikkelen eigenlijk met een aantal samenwerkingspartners. Waarbij zij ons helpen met de inhoud van de training. En, maar dat zijn ook meteen onze langzin customers. Dus dit zijn waar we nu al mee bezig zijn. En dan wil ik even, dit is altijd spannend, even kijken of die het doet. Kunnen jullie dit horen? Nee, we zien wel iets bewegen. Oké, goed. Ja, ik hoor het wel, maar dat is, met geluid is altijd eventjes... Moet je er maar even bij vertellen. Oh, ik kan misschien op de... Ja, dus dit is hier, wat ik nu hoor is een instructie van wat je allemaal moet doen. Cool. Dus haal de klapscheiden omhoog, sluit de deuren van de elektriciteitskast. En dit is dus het voorbeeld van een instructie, de NEN 3140, die we hebben gemaakt. Ja. En dan wil ik jullie ook nog iets... Oh. Oh. En dan wil ik nog even vertellen met iets wat waar we ook mee bezig zijn. En wat, ja, wat ik zelf... Dit is bijna een soort hobbyproject, maar het is toch altijd wel leuk om te vertellen. Samen met Jetnet en Techniekpark Twente hebben we een aantal VR-experiences gemaakt, of VR-trainingen gemaakt, specifiek voor middelbare scholieren. Dus in de bovenbouw voor de scholieren, die gaan dan vaak naar bedrijven toe, om te kijken naar technische bedrijven en onder andere Benchmark, Christian. En dan lopen ze daar rond en dan kijken ze eigenlijk van, goh, wat voor soort functies heb je nou in technische bedrijven? Omdat dat nu niet kan met COVID, hebben we een aantal experiences gemaakt. Waarbij je dus dit soort, soort trainingen kan doen. En ze krijgen dan een Oculus Quest op hun hoofd. En ze werken in duo's. De ene heeft dus de VR-bril op zijn hoofd. En de andere heeft een opdrachtenkaart. En zo moeten ze dus samenwerken. Dus degene die de opdrachtenkaart heeft, die moet zeggen van oké, je moet bakje 2 kiezen. En degene die de VR-bril heeft, die moet dan het bakje 2 het eruit halen en dan daarmee verder. En daarmee assembleren ze eigenlijk hiermee assembleren ze een valf, een klep. En ze moeten hem ook testen en ze moeten hem ook verzenden. Dit hebben we nu voor 3 bedrijven gedaan. En vanochtend een vergadering gehad en we gaan waarschijnlijk moeten we voor half juli nog 8 bedrijven dit soort experiences voor maken. Dus misschien kom ik nog wel met de vraag bij enkele van jullie van, goh, hebben jullie tijd om zo'n VR experience te maken? Want er is natuurlijk best wel veel achter van dit soort dingen, maar we willen natuurlijk niet zeggen dat we niet kunnen doen. En ik heb hier ook een filmpje van, maar ik weet uit ervaring dat het filmpje, dat de kans heel groot is dat het andere filmpje wordt gedraaid. Ik weet niet waarom. Je maakt het wel spannend, zo Mario. Dus, oh ja, ja. Ja. Dat is het filmpje van je kinderen, Mario. Ja, ja, ja. Nou, mijn kinderen zijn wel deze leeftijd. Kunnen jullie het filmpje zien? Ja, van Villa. Ja. 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 Ja, ik hoor weer, maar dat is alleen maar hele mooie muziek. Dus de lounge muziek, dus het is niet, er zit geen tekst bij. Dus het is ook wel leuk omdat we de omgeving van de bedrijven hebben ook heel erg erin verwerkt. Maar dan kom je er eigenlijk achter dat op de grond eigenlijk bij al die industriële bedrijven ziet het hetzelfde uit. En heel vaak gietvloeren of betonnen vloeren. Maar de verlichting is altijd anders. Dus dit is ook echt de omgeving zoals je bij Demcom aan de Instituut Uweg kan zien. En dan wordt ook de tijd meegenomen. En ook als ze dus een verkeerde keuze maken, krijgen ze een soort strafpunten. Dus dan gaat hun totale score naar beneden.
Want we hebben dit ook al getest met 95 scholieren. En op een gegeven moment kwamen ze erachter dat ze niet eens de opdracht hoeft te lezen. Maar als je het gewoon een paar keer probeert, kom je vanzelf erachter wat de goede is. Dus daar hebben we nu een stokje voor gestoken. Hey Mario, omwille van de tijd. Dit is het mooie, einde. Mooie demo's en mooie films. Ik hoorde je net ook al een oproep doen. Hè, wat voor een uitdaging je hebt de komende periode. Dat kan zijn de hoeveelheid werk die er op je afkomt. Omdat je ja zegt tegen opdrachten. Dus volgens mij is dat ook een mooi moment. Is het zo dat je een signaal geeft op het moment dat je zegt, joh, ik heb capaciteit nodig? Of hoe wil je hier graag mee omgaan? Ja, ik denk dat er een aantal, ik denk Total Reality en Virtual Dutchman daarmee zouden kunnen helpen. We weten ook niet, laten we zeggen, hoeveel het in één keer loskomt. Ja. Dus dat is ook, dus het kan best zijn dat het netjes is verdeeld. Maar het kan ook zijn dat, dat ze allemaal tegelijkertijd willen. Dus vandaar dat we, nou ja, als je dan meer zegt van, goh, waarmee je... kunnen we misschien helpen, dan is dat een van de dingen. Dat klinkt als een mooie samenwerking alvast. Dus waarvoor dank. Ja. En misschien ook even over wat wij in 2021 willen doen. Behalve dit verder uitwerken. We willen 8 van dit soort generieke trainingen gaan maken. Ja. In ieder geval, en ook natuurlijk naast onze gewone klanten. Maar we zijn ook bezig om biometrics te integreren in onze VR-trainingen. Dus als daar anderen mee bezig zijn, zou ik daar ook graag mee willen sparren. Dus we zijn nu bezig met eye-tracking. Ja. Maar we zijn ook aan het onderzoeken of je stressgerelateerde dingen kan meten. En nou ja, hoe je dat zou kunnen meten en wat het zegt en dat soort dingen. Ik weet dat Valk er ook mee bezig is, maar... Eye-tracking hebben wij bij een project met Roezing uitgevoerd. Ja. Dus daar zou je nog met Rob in kunnen schakelen. Bij ons. Oké. Okay. Je zou op de website kunnen kijken, Mario, van MTEC. EMTEQ. Ja, dat is wel voor een medische toepassing. Maar die is een start-up. En ik weet niet, die hardware is nog in ontwikkeling. Maar je kunt wel alvast kijken. Dat zijn sensors die je op gezicht... onder je VR-bril komen. Mm-hmm. En daarmee kan je zeg maar in ieder geval metingen doen aan het gezicht. Of iemand lacht of iemand zeg maar gespannen is. Dat soort dingen. Oké, okay. Ja. Dat is wel interessant. Ja, we hebben ook al, toen wij op de 6 waren, dat is ook alweer een paar jaar geleden, hebben we ook een aantal biometrics gezien. Maar al die bedrijven zijn nu niet meer te vinden. Oké, okay, dus, deze bestaat nog wel, want... We hebben wel laatst contact mee gehad, dus. Oké, okay, ja. Nee, maar ik dacht ook, misschien ook met VR-trainingen, want wij zijn natuurlijk specifiek... je kan heel veel dingen meten met biometrics, maar het volgende is van hoe integreer je dat? Ja. En dat heeft natuurlijk wel, dat is natuurlijk bij een stapje verder. Ja. Misschien wel leuker, Mario, als je daar eens in verder bent, of je hebt er wat onderzocht, dat er nog eens een keer een thema is die terugkomt, of dat je daar wat over kunt vertellen. Ja, we doen dat samen ook met de universiteit hier. Oké. Okay. Onder andere. Omwille van de tijd, Bart heeft ook een heel mooi verhaal voorbereid. Nee, dat is leuk, dit is interactie. Want wat mij betreft kunnen we ook namelijk, als wij samen zeggen, hey, dit is een verdieping waard, dan zet hem gewoon voor een volgende sessie op de agenda of een keer erop. Omdat het gaat juist om elkaar even mee te nemen, te inspireren en mee te geven waar ben je mee bezig. Maar voor nu, Bart, ik weet dat je het hele weekend bezig bent geweest met de presentatie die je nu gaat geven. Dus ik ga er even vanuit dat je het schermen ook weer gaat overnemen en ons ook weer meeneemt in de Virtual Dutchman. Kijk, en als het goed is deelt mijn scherm nu. Ik had niet echt een presentatie voorbereid. Ik was de hele middag helaas bezig met het verhaal wat jullie eigenlijk al in grote lijnen kennen. En dat wil ik eigenlijk eventjes een beetje toelichten wat wij van plan zijn komend jaar. We zijn afgelopen jaar, aan het einde van het jaar, echt gestart met een partij waar we al heel lang mee praten. Dat was Dura Vermeer. Vandaag ook een hele mooie sessie meegemaakt en daarna gaan we mooi opleveren. Maar dan zie je echt dat ze met meerdere stakeholders tegelijkertijd zeg maar, inderdaad er doorheen lopen en dat er heel veel dingen naar voren komen.
Nou, ik verwacht dat daar iets naar voren komt in de vorm van een interview wat ze binnenkort gaan afnemen ook met die klant. En als die klant dat naar buiten treedt, dat dat ook wel echt iets wordt wat in die sector in ieder geval gaat zorgen voor heel veel reuring. Als ik nu zie hoe die klant erop reageert en hoe intern ook bij Duur Vermeer daar al meteen een tweede afdeling mij voor benadert. En dat nu echt langzaam maar heel snel gaat uitbreiden. En dan is het heel makkelijk om te zien dat je inderdaad design reviews, en dit is dan even een voorbeeldje voor de industrie, met meerdere mensen heel makkelijk kan doen. Daarnaast zijn we groot aan het inzetten, daar kan ik nu helaas nog niks voor laten zien. Maar dat is een thema waarvan ik weet dat het wel bij meer partijen speelt. Dat is echt sessies organiseren, brainstorm sessies. Dat zijn vraagstukken die onder andere binnen KPN naar ons zijn gekomen, waar we nog mee babbelen, maar ook wat andere internationale spelers. En nu hebben we er eentje weten te strikken. Die heeft inmiddels ook al bijna 20 brillen besteld. En als die binnen zijn, dan gaan we dat uitrollen. En die gaan vanuit heel Europa gaan zij met onze remote desktop oplossing gezamenlijk dat soort sessies weer organiseren. En het mooie is ook, dat begint dan natuurlijk met corona. Want door corona dan kan je niet meer samenwerken en kan je niet meer naar elkaar toe vliegen. Maar natuurlijk heb je dan ook dat naartoe vliegen, die reisbewegingen, kosten met name, CO2-emissies. Allemaal van die punten die altijd al jaren op de agenda staan bij dat soort bedrijven, maar nog nooit echt iets mee gedaan wordt. Die worden nu ook echt gebruikt in het rekensommetje om deze toepassingen te doen. Dus je merkt ook echt, samen met de use case van Duur Vermeer en samen met deze partij, dat de adoptie voor VR komt door dit soort pandemieën wel snel. Maar de use cases die ze verzinnen, zijn er eigenlijk niet op. Ja, dat is niet het einddoel ervan. Dus het is ook fijn dat die oplossingen dan ook blijven bestaan als dat weer voorbij is. Dat eigenlijk in een notendop. Wat voor ons ook heel interessant is, en dat wil ik graag een keer kijken of ik daar een momentje aan kan wijden. Wij zijn daarvoor gezien natuurlijk best wel lang bezig al met VR, sinds 2013. We hebben het met Albert Heijn tassen vol met apparatuur hebben we het meegemaakt. Tot en met dat het wel wat draagbaarder werd met een laptop als je iets moet demonstreren. Tot aan de VR-brillen zoals de Oculus Quest die helemaal handzaam zijn. En dan heb je natuurlijk ook opeens dat in dat segment dat de kopspeler Facebook daar allemaal dingen mee doet. Waarvan je denkt als bedrijf, dat wil ik helemaal niet. Met een Facebook-account inloggen. En wij hadden natuurlijk zelf ook allemaal van die brillen die eigenlijk consumentenapparaten waren. En klanten in het verleden gezegd, joh, als je laagdrempelig wil beginnen, bestel dat bij Facebook. Want of via Coolblue, dat is lekker makkelijk. Maar dat werkt voor ons ook niet meer. Dus we hebben de afgelopen 3 maanden hebben eigenlijk een hele workflow gemaakt om toch naar Oculus for Business te gaan. En dat is eigenlijk nu wat wij sinds november aan de man proberen te brengen. En inmiddels hebben we volgens mij al iets van 40 brillen of bedrijven dat laten aanschaffen. En zo zijn we ook eigenlijk van ons initiële probleem af, al die hardware. Want eigenlijk willen we niet allemaal brillen kopen, wij ontwikkelen software. En inmiddels is het dus ook een echte SaaS-oplossing. Ik wil helemaal niet met die hardware bezig zijn. En ik wil eigenlijk mensen ook helemaal niet sturen naar Coolblue, want dan heb je ook echt een consumentendingetje. En daar hebben we eigenlijk ook allemaal handleidingen voor gemaakt, dingen duidelijk voor gemaakt ook. Als je dat koopt, wat moet je dan doen als je het krijgt? En dat ze niet allemaal zelf gaan lopen bellen. Want ik heb alle scenario's al meegehad. En dan stel je iets voor, dan denken ze toch dat ze even zelf onderzoek moeten doen. En dan vervolgens dan gaan ze een of andere leverancier in Nederland die alleen maar dozen loopt te schuiven bellen, die totaal geen verstand van VR heeft. En die gaat dan weer allerlei andere alternatieven aanbieden waar je eigenlijk helemaal niks aan hebt. En misschien is het wel fijn om onze reis daarin, om die kennis te delen, de documenten die we daar ook in hebben. En ook, wat biedt het dan eigenlijk aan als jij inderdaad met zo'n Oculus for Business-achtig model in zee stapt. Het heeft voor ons heel veel voordelen. De bril is op zich best wel goedkoop. Alleen als jij dat niet goed krijgt uitgelegd, dan lijkt het allemaal heel erg moeilijk. Alleen de voordelen daarvan zijn wel gigantisch. Vooral met privacy heb je helemaal geen problemen. Dat is in de business side of Oculus is dat helemaal mooi dichtgetimmerd. Op een manier dat het echt fijn is om mee te werken. Maar als je alleen de verhalen hoort op LinkedIn van bedrijven die dan zeggen, Facebook slecht. Maar ondertussen, prijs is een of andere bril als de Pico, waarvan in ieder geval Mario en misschien ook anderen al weten dat dat niet echt fijn is. Maar de enige reden waarom ze dat doen is omdat zij zelf een reseller zijn van die bril en die wel kunnen schuiven als doosje in hun eigen onderneming. Dan snap je dat daar een beetje onbegrip voor is van wat wel goed werkt. En ook als ik aan dat soort partijen vraag van, joh, waarom vind je die Oculus for Business dan een moeilijke bril? Of waarom vind je dat niet handig? Dan krijg je meestal niet echt een duidelijk antwoord. En is het meer inderdaad van, eigenlijk snap ik er niks van, maar ik kan het niet verkopen. En het is
naar onze mening wel de toekomst van VR, of in ieder geval überhaupt XR, dat het dat soort apparatuur wordt. Ik zeg niet dat de Quest de ultieme, de heilige graal is, maar het is wel de bril de goede kant op. En of je nou over AR, VR hebt, ja, ik denk dat het een standalone apparaat moet zijn. En ik denk dat voor extra functionaliteit dat altijd cloud connected zal zijn. Of dat nou met speciale deep learning algoritmes zijn die ergens anders worden bereikt en weer worden teruggekoppeld. Zoals Marco mee bezig is, of andere toestanden zoals Mario mee bezig is. Om analytics ergens in op de achtergrond te verwerken en inzichtelijk te maken. Of net als bij ons om daar een soort van collaborated platform van te maken. Dus wat ik heel interessant zou vinden is vooral de hele reis die wij het afgelopen jaar hebben gemaakt van hoe kunnen wij dit nou op een manier aanbieden zonder dat daar echt te veel hassle bij zit. En dat dat ook qua de hardware kant zeg maar goed regel is. Want ik weet als geen ander, ik heb in het begin met, ik heb ze hier nog ergens liggen, met prototypes van de Vive lopen slepen in kartonnen dozen zoals ze uit Amerika werden geleverd, met statieven en alles. Ja, dat is het gelukkig niet helemaal meer. Maar ik moet zeggen, sinds ik dit doe, en zeker als ik voor die klant straks in één keer 20 brillen tegelijkertijd kan configureren, ja, als je weet hoe makkelijk het al kan, dat is toch wel informatie die ik even met jullie wil delen. Voordeel ook vanuit de hardware kant is, ik vind het eigenlijk best wel een voordeel. Er zit een heel supportpakket bij voor dat business gebeuren, bij Oculus dan in ieder geval. Het is ook een beetje een vendor lock-in. En dan niet eens voor onze software, maar als je die brillen koopt, ja, dan zit er een abonnementje aan vast en dat moet je blijven betalen. Want anders dan kan je je brillen bij wijze van spreken weggooien. Ja, dat klinkt heel negatief als je dat zo vertelt. Maar als ik vertel wat je ervoor terugkrijgt, is het eigenlijk best wel ook een dienst die je erbij krijgt waardoor het fijn is. En waarom het voor ons fijn is, en dat zie je misschien dan ook aan Mario. Kijk, je wilt toch naar een soort continuïteitsstroom toe in de vorm van een SaaS-oplossing. Ja, en als dat mooi gebundeld kan worden als pakket met wat bij die bril komt, dan kan je dat als een heel mooi pakketje verpakken als één prijs. Waardoor de instap eigenlijk heel laag wordt. En ja, dat je op die manier wel ook eigenlijk altijd onderhoud krijgt aan je software. En ook aan de ondersteuning bij de bril. Nou, dat is eigenlijk even in de hoofdlijnen waar we ons willen focussen. Ik verwacht dat wij daar nog veel meer over kunnen vertellen. Als in ieder geval die ene pilot met die partijen is gestart of halverwege is. Want ik denk dat we heel snel resultaten daarin kunnen hebben. En ook als dat interview met Dure Vermeer met hun klant naar voren komt, dan ga ik dat ook graag delen en ook daar zeg maar de use case en de business en het value van toelichten. Dat was eigenlijk in een nutshell. Bart, dankjewel. Interessant, want je vertelt vol vuur over dit onderdeel. Is dit ook een onderwerp, ik kijk even naar de rest van de deelnemers, waar we in een volgende sessie in februari of later op in het jaar wat meer informatie op willen ontvangen? Oh, ik vind het interessant. Ja, ik bedoel, eigenlijk wil ik nou heel natuurlijk vloeien, Bart, naar het volgende onderdeel op de agenda. En dat is namelijk een drietal presentaties voor het volgende overleg. En als je zegt, hey, ik kan de volgende keer al wat vertellen over dit, de handleiding in de Oculus for Business in relatie tot Facebook. En de rest ziet dat ook zo, dan zet ik die op de agenda. Ja, ik zie erin instemmen, dus ik denk dat je de volgende keer weer spreektijd krijgt, Bart. Dan noteer ik hem alvast voor een onderwerp op de agenda. Ik denk, een ander onderwerp op de agenda, Christian, is denk ik dat we het TNO vragen om iets te presenteren en zich te introduceren in deze sessie. Ja, dat is goed. En ik zie dat we ook Jeroen van der Wel en Martijn Buschers aan boord hebben vandaag. Misschien is het leuk dat zij de volgende keer iets vertellen. Ik had ze ook genoteerd. Dus Jeroen of Martijn, wie is de eerste die... Het kan Martijn. Voor mensen vrij druk op het werk en die lockdown schiet allemaal niet op. Oké. Martijn? Ja? Vind je het leuk om de volgende keer een verhaal te delen over waar staan jullie op dit moment, waar ben je mee bezig en waar ga je het komend jaar je pijlen op richten? Ja, verhaal delen, dat kan wel, ja. En dan bied ik je de volgende keer ook 10 minuten spreektijd en dan is het leuk om deze setting mee te geven. Hey, waar sta je nu? En heb je misschien nog een vraag aan de deelnemers? Dan hebben we, denk ik, op dat gebied al de drie onderwerpen te pakken.
En nogmaals hoor, we hebben nog heel wat maanden dit jaar te vullen. Dus als je zegt, hey, ik denk alvast na over mijn presentatie in maart. Deel het en je wordt ingepland. Ja, ik heb nog wel iets. Dat was tijdens de Hannover Messe. En was er iemand, en die had al gepraat volgens mij met Maurice. Dat was José Laan van Parbleu. Ja. En daar waren wij toevallig ook weer in contact mee gekomen via een challenge die via naar ons was geschoven. En zodoende waren we op die partij gekomen en kwamen erachter dat ze al eerder iets had gezien van ons. En inderdaad met Maurice had gepraat. En toen heb ik even verteld van de hub waar we ook lid van zijn. Die ze had bezocht notabene zelf. En ze wou wel eens een keer misschien ook iets vertellen wat zij doen tijdens zo'n sessie als dit. Dus ik heb haar gezegd dat ik even de gegevens zal mailen van Christian. En dat ze even kan connecten om te even voor te stellen wat ze precies wil bereiken daarmee. En dan kan Christian misschien dat even in de volgende meeting even terugkoppelen. En kijken of we daar dan op zitten te wachten. Maar dan heb je in ieder geval weer een onderwerp over spreken. Ja, en daarnaast wilden zij nog leden van de hub uitnodigen om een case in te dienen. Alleen ik weet niet, Bart, heb jij dat, begreep jij er wat van? Die case, die challenge. Ja, die heb ik al, die hebben we al ingediend. Mm-hmm. Dat moet voor morgen. Oké, dat is dus een beetje later. Ik moet zeggen, ik kreeg er niet heel erg de hoogte van. Dus ik vond het, ik vond het lastig om dat te delen, maar ik zou niet weten wat ik erover moest vertellen, omdat het allemaal zo vaag is en... Daarom, ik denk, laat ik maar eerst even connecten via Christian en dan kijken of Christian er doorheen kan prikken of het interessant is. Ik zal mijn best doen. Kijk. Christian, als jij binnen een minuut zegt, het is heel klip en klaar, dan vraag ik me af of Maurice wel even zit opletten. Maar dat is even een andere. Dus, ik heb twee keer een uur met haar in een meeting gezeten. En twee keer heb ik na dat uur afgevraagd, wat doet ze nou eigenlijk precies? Oké. Nou, dus, maar misschien is het goed om haar uit te nodigen voor zo'n presentatie. Van, misschien ben ik wel degene die daar niet helemaal... Of staat bij jou zoveel tijd, als het in 10 minuten moet vertellen, wordt het misschien wel concreet. Dat kan ook, bij mij heeft het zeker wel 3 kwartier gekost. En ik denk dat ik eerst even ga aanhoren wat ze te vertellen heeft. En als ik haar ook heel vaag vind, dan vind ik het zonde om die 10 minuten aan op te offeren. Want wat we vandaag hadden was gewoon heel interessant en leuk om te horen. En er zaten ook heel veel kruisbestuivingen in, denk ik, naar elkaar toe. En dat vind ik fijn. Ja. Maar netwerkidee heb ik niet het idee dat het slecht is om haar af en toe te uit te nodigen. Ze heeft wel een mooi netwerk. Het is wel heel erg Alkmaar en omgeving, Noord-Holland. Ze zijn daar ook een field lab aan het oprichten. Waar ze ook weer dingen voor doet. Ja, zij is gewoon een netwerker eigenlijk. Ja, volgens mij is de route mooi. Via Christian even concreet worden en kijken of ze een mooie inbreng kan geven hier in de sessie. En dat is misschien wel, Christian, richting de afsluiting. Dat is ook wel het idee. Hè? We hebben nu maandelijks een soort kennissessie, zoals we dat nu met elkaar informatie over je bedrijf of een onderwerp delen. Op het moment dat er meerdere onderwerpen zijn dan tijd in dat uur, is het ook geen punt om een extra sessie in te plannen, specifiek op een bepaald vakgebied of een bepaalde ontwikkeling. Dus ik zou zeggen, ook in dit soort sessie, kom vooral met dingen die je of wil weten of wil delen. Ja, en verder, wij waren het bijna vergeten, maar we houden het gewoon elke tweede donderdag van de maand. Dus dat staat gewoon vast en is het makkelijkst om dat ook vast te houden. En zodra je het idee hebt van, het is eigenlijk niet interessant meer, het is te veel, te vaak, meld het dan ook. Want we doen het alleen voor elkaar om er wijzer van te worden. En het is niet fijn om iets in de lucht te houden terwijl we er eigenlijk niet veel aan hebben. Dus meld het ook als je kritiek hebt of dingen anders zou willen. Ja, en aansluitend daaraan, zodra het weer mogelijk is, hè, zodra de coronamaatregelen weer toelaten, wil het ook weer fysiek gaan organiseren hier in het pand van Office Software in Enschede. Omdat het toch altijd de voorkeur heeft om elkaar ook even te treffen. Alleen ik schat in dat de komende maanden nog wel virtueel blijft, zeg maar. Ja. Christian, heb jij nog afsluitende woorden voor deze sessie? Hè? Nee, het was interessant. Erg leuk. Nou,
Super, dankjewel allemaal. Straks komt een stukje van de presentatiesopname. Die zorgt Maurice weer voor die op de site komt te staan. Voor degenen die het nog een keer terug willen zien. En dan zie ik jullie over een maand weer in een sessie. Die ondertussen als het goed is in jullie agenda staat. Hè. Ja? Dankjewel. Oké. Netjes binnen de tijd. Hey, dankjewel. Hoi. Ja. Doei. Hoi. Doei.